Goedemiddag, welkom bij de 7e aflevering met Stanley Praat Met. Vandaag gaan we het hebben over geldzaken. Velen van jullie weten, en sommigen van jullie weten het niet, ik werk bij een bedrijf, Social Enterprise, heet Diversion. Wat doen wij, Diversion? Diversion zet zich in op maatschappelijke problemen en taboes. We hebben enkele projecten waar we op inspelen, of enkele taboes, zoals geld, schulden, discriminatie, juridische zaken, media, deels ook een klein beetje pesten. Maar ik zit op het grootste project, heet Moneyways. Wat doen wij? We doen eigenlijk alles omtrent het gebied van jongeren, studenten, leerlingen. Dus zeg maar even doelgroep jongeren tussen 14 en 22, 23 jaar oud. Houden we ons bezig met bewust maken van hun geldgedrag dat invloed kan uitoefenen op hun geldbedrag. Snap je? Dus bewust maken van hun geldgedrag dat invloed kan hebben op hun geldbedrag. En vaak een van die topics die wij vaak bespreken is: maakt geld gelukkig? Dus ik vraag aan jongeren: maakt geld gelukkig? Jongeren zeggen dan hier zo: geld maakt sowieso gelukkig, want je kan alles mee doen. Ik ben zo'n guy die letterlijk op hun ingaat en ik vraag aan diegene, aan hem ook haar: dus je kan ook je toekomstige man of je toekomstige vrouw halen, je kinderen, planeten, tafel, gekleurde tafelpoten. Zeg ze van: ja, kan wel meneer, maar dat bedoel ik niet. Ze zegt: oké, wat bedoel je dan eigenlijk met geld makkelijk? Ja, je kan gewoon alles doen wat jij wilt hebben. Oké, dat is duidelijk. En dan vraag ik diegene: wat wil jij dan hebben? Ja, ik wil op vakantie gaan, een huis kopen of mijn eigen bedrijf beginnen of mijn familie kunnen onderhouden. Oké, dat maakt. Oké, dat is de definitie voor mij al wat duidelijker. Of investering doen. Ga ik naar de andere kant toe, zeg een klein groepje: geld maakt niet gelukkig. En dan zeggen mensen: ja, geld maakt sowieso wel gelukkig, zeggen die mensen die zeggen geld maakt gelukkig. En deze mensen gebruiken een argument: geld maakt niet per se gelukkig, maar gezondheid en familie en vrienden maakt gelukkig. Klopt. Dan zeggen hun van: oké, als je dus mensen die van de kant van die wel zeggen dat geld gelukkig maakt, die zeggen: ja, maar als je dan zwerver bent. Ja, oké, klopt. Maar dat zijn twee extremiteiten. Dus heel veel geld hebben en geen geld hebben. Maar wat ze wel tussenin zitten: geld maakt makkelijk. Wat houdt erin dat geld maakt makkelijk? Dus is dat jij je vaste lasten kan betalen. Dus denk aan je huur, je eten, je kleding, je drinken en je zorgverzekering. Dat zijn basisbehoeften en sommige zijn verplicht. Zoals bijvoorbeeld zorgverzekering is verplicht hier in Nederland. Dat is een topic voor een andere keer. Dat maakt gelukkig. En als je extra geld nog hebt om, laat maar zeggen, spaarrekening voor je toekomstige kinderen te doen, of vaak op vakantie gaan, of af en toe uitgaan, leuke dingen doen, hobby's, sport, Netflix. Netflix en YouTube en Spotify, dat zijn allemaal extra dingetjes. Dat hoeft niet. Hoeft niet. Het mag. Het zijn extra lasten. Ze hebben een keertje een onderzoek gedaan bij Nibud. Dat is een van onze partners die het programma Moneyways heeft opgezet samen met Diversion. Zonder was niet gelukt. Shoutout naar Nibud. En wat dan heel mooi is, dus ze hebben dan enkele jaren geleden een onderzoek gedaan over, zeg maar, 1000 Nederlanders. En de vraag gesteld: maakt geld gelukkig? En het antwoord was heel verrassend. Het antwoord was: het hebben van geld maakt niet gelukkig, maar het grip hebben op je geld maakt gelukkig. En dan denk je van: Stanley, grip hebben op je geld, wat bedoel je daarmee? Nou, grip hebben op je geld is volgende. Je hebt een blaadje. Het staat heel simpel: inkomsten en uitgaven. Met inkomsten bedoelen wij mee van je werk. Of je nou wit of zwart werk is, maakt mij niet zoveel uit. Maar of je nou wit of zwart werkt. Geld die je van jou, misschien van jouw vrienden krijgt, zo gewoon als cadeau. Of geld die je op de grond vindt, misschien staatsloterij of wat dan ook. Dat is je inkomsten. Je uitgaven zijn je vaste lasten, zijn belangrijk. Zorgverzekering, je huur, eten, drinken, kleding. Dan heb je nog wat extra dingetjes. Dus bijvoorbeeld je telefoonrekening.
deze dagen is telefoonrekening wel een of telefoonabonnement wel een vast last. Er zit een beetje saving tussenin tussen vast last en extra lasten. Dus VL is extra, is vaste lasten. Dus VL is vaste lasten. En dan heb je EL, extra lasten. Zo noem ik het even voor mijzelf, wat makkelijker in mijn terminologie. Extra lasten zijn, ja, XL zijn extra lasten. Of EL, extra lasten. Dus denk aan een telefoonabonnement, tussen haakjes. Spotify, Netflix, af en toe uitgaan, sparen. Normaal extra lasten. Ik doe pas een begroting maken sinds dit jaar dat ik het project draai. En pas sinds ik maak wel eens een begroting, maar dat ik echt mee bewust aan de slag ging, was rond augustus, november van 2019, dus van afgelopen jaar. En ik merk dat ik veel meer grip heb op mijn situatie. En elke maand maak ik nu een begroting. En dames en heren, ik merk serieus dat mijn inkomsten aan het stijgen zijn en mijn... En dat ik grip heb op mijn uitgaven. Dus dat is zo goed. Waarom? Want ik weet wat binnenkomt. Ik weet wat als eerste eruit moet gaan. Dan hou ik nog eens geld over voor de volgende maand. Voor de zekerheid. Een soort van buffertje. En dan nog een investering voor mijn bedrijf als Kung Fu Artiest. Dat is een topic voor een andere keer. En dan extra dingetjes. Dus dat zijn voor mij belangrijk. Hoe maak je een begroting? Heel veel mensen doen het hier in het hoofd. Maar het zwerft die vaak in het hoofd. Wat belangrijk is, is het volgende. Pak een pen en papier. Of op je telefoon. Maakt niks uit. Schrijf op begroting. Dan schrijf je aan de ene kant. Schrijf jij inkomsten. En hier je uitgaven. Schrijf alles op. Neem rustig de tijd. Dit gaat jou 100%. Nee, 120% helpen. Waarom? Ik ben hier heilig van overtuigd. Zo'n simpele methode. Een van de rijkste mannen ter wereld, Sir Richard Branson, die heeft iets van vele bedrijven en duizenden mensen onder zich. Hij werd gevraagd, wat is nou een ding hoe jij, hoe kun je nou jouw inkomsten omhoog schieten en hoe kun jij nou, laat me zeggen, meer in je geldzaken zitten? En hoe, in de moneyzaken. En hij zei letterlijk één ding, pak een papiertje. Dat deed hij vroeger. Pak een papiertje. Schrijf je inkomsten en uitgaven op. Dan houdt hij het weer in zijn zak. Dus als zo'n guy als hij het doet. En ik doe het. En vele anderen doen het nu. Dankzij dit programma. Maar ook andere mensen die in de schuld zitten. En nu begroting maken. Of mensen die een bedrijf hebben. Maak begroting. Is belangrijk voor hun. Of mensen die krap bij kas zitten. Of willen sparen voor iets. Die maken begroting. Super belangrijk. Laat me even weten wat je van deze aflevering vindt. Zoek me op Twitter of op Instagram. Stuur me een DM of een tweet at Stanley Padilla Sina. Wij spreken elkaar. Maak een super fucking vette, fantastische dag voor. Zoals mijn taalgebruik. Maar love it. Hashtag scare tijden. Peace.